De wedstrijd begint met een paar minuten vertraging, want er zit nog een put in het veld. De Sisse, staartje voor de vrienden, verhelpt het euvel. Antwerp begint lusteloos, maar op stilstaande fase is het gevaarlijk. Onkin kopt hier naast. Rond het kwartier wordt de bal zelf voor het eerst opgeschrikt. Een schot van Dupont, Ristovic met een wereldsave. Antwerp heeft eigenlijk nog niets laten zien als Gibson verschroeiend uithaalt. Vergoten met de knappe redding. In de 38e minuut mag Gibson een hoeks opnemen. Hij trapt knullig tegen de cornervlag. Hij denkt, ik ga hem opnieuw nemen. Baart gooit de bal terug in de 16. Campbell naar Di Gregorio en hij trapt hem 1-0 binnen. Een gevleide voorsprong voor Antwerp. Heel Racing Waregem protesteert, maar de scheids houdt goed bij stuk. Na rust is Racing Waregem aanvallender. Ristovic in de fout, maar Steeuw ziet de bal naast gaan. De ingevallen Dolander met een goede kopbal. Net voorlangs, de gelijkmaker hangt in de lucht. In de 75e minuut voor het eerst Antwerps gevaar. Baart met een goede actie, maar Vergoten ligt in de weg. Dat smaakt naar meer, denkt Di Gregorio. Ook hij met een prima kans. Maar Vergoten staat sterk te keepen. Een West-Vlaamse aanval uit het boekje. Evraar kan voorzetten. Tot bij Dolander van dichtbij, maar Ristovic met een wereldsave. In de 85e minuut komt Antwerp er snel uit. De ingevallen Lukanovic naar Fraser Campbell en de 2-0 tegen de netten. Campbell raakte geen ene goede bal, maar scoort hier wel. Racing Waregem komt niet meer bij een eerder. De Great Old deed wat het moest doen en dat is winnen. Die titel, dromen jullie er nog steeds van? Ja, absoluut. Ja, alles is mogelijk in het voetbal. Je weet nooit wat er kan gebeuren. En we hopen er nog wel steeds op dinderwind weer, maar we moeten naar onze eigen kijken. We moeten gewoon blijven winnen. Dat is het motto van heel het seizoen al. Gewoon blijven door naar onze eigen kijken en zien dat we alle wedstrijden proberen te winnen. En vanaf nu moet dat ook. Ook al geloven sommige mensen er misschien niet meer, maar wij geloven er nog vol 100% om. Tonight, the most important thing, we've got some pride back in the performance and playing for Antwerp. You know, we've said that to the players, not thinking about titles and this and that. It's the pride to play for the football club and show the effort and the commitment for the fans tonight. Ja, aantal betalende toeschouwers van Racing Waregem, 7. Dat zijn er 9 minder dan het aantal paarden in Waregem-koersen. Gaan we nog eens terug naar die 1-0 van Antwerp. Veel protest daar van Racing Waregem. En dat was uiteraard terecht. Laten we eens kijken. Want Darren Gibson, die wil hier de hoekschop snel geven. Dat mag ook natuurlijk, maar hij trapt daarbij knullig tegen de cornervlag. En ook dat mag, maar die cornervlag, dat is een dood voorwerp. Maar Gibson, die niet tevreden was met zijn actie, beslist dan simpelweg die hoekschop opnieuw te nemen. Je ziet wel wat verwarring bij de lijnrechter, die weet niet waar hij het heeft. Maar nog hij, nog de scheidsrechter grijpen in. De fase gaat door. En zo komt dus Racing Waregem op achterstand. Het protest dat daarop gaat volgen is uiteraard terecht. En wij Antwerpenaren, wij kunnen dan lachen om deze fase, maar moeten toch ook een heel klein beetje begrip hebben voor de frustratie van die Waregemenaren. We gaan nog eens even naar dat doelpunt kijken. De bal gaat daar bij Alexander Di Gregorio komen. Voilà, lap binnen 1-0. En dan dus de frustratie bij de Waregem-spelers